Achterjury, opponenten en andere aanwezigen. Zoals jullie weten hebben wij vandaag gedebatteerd over de stelling: in Nederland wordt niemand vervolgd te worden voor het uiten van zijn mening. Nou, wij zijn er tegen, want zoals we hebben uitgelegd, er zijn mensen met hele extreme meningen. De oppositie zei hierop dat het in Nederland heel erg goed is dat er vrijheid van meningsuiting is. Maar het gaat erom dat extreme meningen in publieke kringen kunnen leiden tot conflicten en dat is verkeerd. We hadden ook een dichtbij dictatuur argument. Maar mensen hoeven niet onderdrukt te worden voor hun mening, maar mensen moeten gewoon oppassen wat ze zeggen. Als hun mening kan leiden tot conflicten, bijvoorbeeld door discriminatie, en als dat tot grote conflicten leidt, die erg zijn voor de samenleving, dan mag dat heus wel vervolgd worden. Want daar moeten we onszelf tegen beschermen. Zelf hebben wij drie argumenten. Het extremisme-argument, het misbruik van het grondwet-argument en het hou het voor je-argument. Het extremisme-argument houdt in dat veel meningen erg extreem kunnen zijn over gevoelige kwesties. Dat op conflicten uit en vooral tussen groepen in de samenleving. Zoals wij de voorbeelden noemen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh, die slachtoffer waren van het uiten van hun eigen mening. Het zou goed zijn als ze hier tegen beschermd worden, door mensen te leren dat ze moeten oppassen wat ze zeggen. Dan hadden wij de misbruik van grondwetarbeid. Nou, lijkt me duidelijk. In de grondwet staat dat de vrijheid van meningsuiting is, maar niet als dit discriminerend is, beste jury. Discrimineren is volgens de grondwet verboden. En het is niet de bedoeling om mensen te kwetsen of op de kast te jagen met hun mening. Dat moeten mensen leren. Tot slot hebben wij het hou het voor je argument. Het is je eigen mening, dus je kunt hem voor je houden. Natuurlijk kun je tegen bepaalde mensen. En als het een subtiele mening is, tuurlijk mag je die uit. Dat is allemaal hartstikke goed. Maar geen extreme dingen. Laten we onszelf een beetje beschermen. Laten we een beetje vrede bewaren. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Woe!